Ja, ik kom net van de telefoon met een van mijn teamleden, Mariel. En ik dacht, daar ga ik toch even weer een vlog over maken. Want Mariel is per 1 juli begonnen in het Fit for the Future programma als teamlid. Fit for the Future programma is het doorlopende voeding- en leefstijlprogramma van de academie. En daar zit een community bij waar mijn klanten, alle deelnemers, alle vragen mogen stellen die ze maar hebben. Over vitaliteit en gezondheid in het algemeen of persoonlijk. En ik vroeg aan Mariel, goh, wat valt jou nou op daarin? Hè? Wat is jou opgevallen? Het is altijd goed om weer eens even de mening van iemand te horen die kersvers binnenkomt. En toen zei ze, Marjolein, wat zijn al die vrouwen streng voor zichzelf? En toen dacht ik, oh ja, dat vond ik toen ik met de academie begon. Ook, en het valt me soms niet eens meer op. En daarom is het zo goed dat iemand weer eens even met een frisse blik kijkt. Mariel is voor mij een jonge meid. In mijn 62-jarige ogen zijn jonge meid. En het viel haar dus op hoe streng vrouwen voor zichzelf zijn. Hoe hoog die meetlat ze steeds voor zichzelf leggen. Hoeveel eisen ze aan zichzelf stellen. Dat ze heel vaak zeggen, ik doe het niet goed genoeg. Of ik ben niet perfect genoeg. Dus dat is eigenlijk mijn tip die ik jou vandaag wil meegeven. Kijk eens even heel goed naar hoe jij dat soort dingen doet. Ligt de meetlat voor jou wel op een acceptabel niveau of ligt die veel te hoog? En ik weet er alles van, bij mij ligt die ook altijd hoog. Maar kijk ook eens of je dan jezelf complimenten geeft daarvoor als het dan goed gaat. Of dat je met een beetje mildheid en humor naar jezelf kan kijken als het even niet zo goed gaat. Waarom zouden we nou toch in hemelsnaam zo ongelooflijk streng voor onszelf zijn? Hè? Ik heb heel vaak het idee, als je zou zien dat iemand anders zo streng voor iemand anders zou zijn, zou je waarschijnlijk ingrijpen en zeggen van, hey, geef er eens een break, weet je, doe eens even rustig aan, een beetje mild, beetje vriendelijk. Dus kijk eens met meer dan dat je misschien gebruikelijk doet, vriendelijkheid naar jezelf, met mildheid naar jezelf kijken, ook vooral eens met humor naar jezelf. Humor haalt ook altijd de scherpe kantjes eraf. En wees eens wat vaker misschien echt wat liever voor jezelf. Ik eindig deze blogs altijd met wees lief voor jezelf. En dat meen ik vanuit het puntje van mijn tenen, vanuit de grond van mijn hart. Wees lief voor jezelf. Want die meetlat leggen wij vrouwen vaak zo hoog. En dat is onterecht. En dat kost ons heel veel gezondheid en vitaliteit en blijheid. Dus tip voor vandaag, wees heel erg lief voor jezelf.